Wat? Wie loopt? Wat loopt? De camera loopt weg, zegt Vincent juist. Camera loopt weg? Amsterdam. Camera loopt weg. Gestolen. Hij blijft gewoon stilstaan, maar Vincent zegt dat de camera loopt. Ik snap hem niet. Camera loopt niet. Nee, hij loopt niet. Camera neemt op, Vincent. Oh, bedoelt u dat? Godverdomme. Oh, de camera loopt. Oh, maar hoe werkt dat dan, de camera die loopt? Ja, volgens mij zitten er dus voetjes zeg maar onder en die komen er dan uitzetten. En dan als Vincent zeg maar op een knopje drukt, dan gaat hij lopen. Ja, ik denk dat dat wel dateert. Welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. We gaan nu naar de intro. Ik heb hier een paar vragen te pakken. Zelfs al werkt mijn 3G niet, heb ik hier nog wat oude vragen staan. Dus hier komt hij dan. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Ik ken jullie nu een half jaar, denk ik. Nee, minder. 4 maanden. Zoiets. Voelt wel aan als meer. Ja, we hebben elkaar goed leren kennen in de keuken. Ja, heel goed. Van de binnenkant. En jij? Ik zit nu denk ik net iets meer dan een jaar bij Banyan Town. Ik heb geen emotionele video gehad of zo, maar ik ken Jordi ken ik iets langer dan een jaar. Want ik was voor ik bij Banyan Town zat al een tijdje. Ik moet foto's nog een beetje confronterend. Ik zat een tijdje daarvoor als ik al met Jordi in gesprek en zo. En Bardo ken ik eigenlijk op mijn eerste video op Banyan Town. Heb ik eigenlijk nog nooit met Bardo gepraat. Ik kende Bardo helemaal niet. Was gewoon die heb je wachtwoord. Die gaan we uploaden. Ja, dus dat zit allemaal wel cool. En ja. Dat was het. Hoe bedoel je emotionele video? Je hebt geen emotionele video gehad. Hoe bedoel je emotionele video? Mijn 1 jaar Banyan Town jubileum video. De volgende vraag was, waarom heeft jullie een baard en de rest niet? Ja, Vincent heeft natuurlijk afgeschoren, die staat hier niet. Maar waarom heb jij geen baard? Ik kan geen baard laten staan. Ik heb alleen bakkenbaarden hier. En hier groeit gewoon helemaal niks. Het ergste heb ik dus ook. Kijk hier. Voel maar. Hoor je dat? Kijk, als je daar naar hem toe gaat. Dat hoor je niet, weet je. Geluidseffect. Ja, weet je, voor de, eigenlijk gewoon zo'n luidseffect of zo. Gekreet, hè? Maar oké, we gaan direct door naar de volgende vraag. En natuurlijk, de volgende vraag zal niet compleet zijn. Als hij niet in elke... Zonder vraagteken. Als hij niet in elke vraag vrijdag terecht kan. Waarom zit hij niet in de Kingdom? En dit, normaal zei ik het eigenlijk altijd tegen Rick. Maar dit keer ga ik het vragen aan Jury. Jury, waarom zitten wij niet in de Kingdom? Bij. Maar wij? Nou, ik heb zelf te weinig subs, dus waarom zit ik niet in de Kingdom? Waarom wij niet in de Kingdom zitten is simpel. Wij genieten van het echte leven. Wij zijn niet van roleplay. Maar je wil wel roleplay natuurlijk met je vriendin. Mijn vriendin wel, maar David is niet mijn vriendin. Nog niet. En wat doe jij vooral roleplay met je vriendin? Wat voor seksrol neem je aan? Nou, ik heb dus een Charmander pak. Ja. Dat is algemeen bekend. En ja, ik zei dus al de vorige keer de Squirtle. Ja, daar heb je hem aan. En soms ook een Sister Joy en heb ik een kapot knietje of zo, weet je wel. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, weet je, ik vind het altijd wel leuk om die politieagent te doen, zeg maar. Politieagenten vind ik altijd wel lekker. Wat speelt hij dan? Wie? Wat speelt hij dan? Hij? Hij. Oh, Charles. Mm-hmm. Charles, ja. Charles die speelt dan de crimineel natuurlijk, die vastgeboeid zit aan het bed. En ja, het is een pittig riskant meestal, maar hey, we komen er wel uit, hè. Het wordt met de dag wordt dieper. Lekker. Onze relatie. Ja, dat wil jou toch ook, elke dag dieper? Ja, soms. Wij hebben Banyan Town gaan elke dag een stapje verder. Vincent is nog momenteel volgens mij de boot te filmen. Interessant hè, die boten. Ja, we staan hier. Wist je dat die boot van de marathon is? Dat heeft hij al heel vaak gezegd. Is hij heel erg trots op. Ja, dankjewel dat je weer hier naar terugkijkt. Volgende vraag. Eens even kijken. Oké. Is Rick echt gay? Nou, Rick, jij hebt een vriendin, dus je bent gay. Ben je echt gigant? Echt gay. Ik ben gay. Mensen vragen het ook nog steeds aan mij. Het antwoord is gewoon ja, weet je. Dit is gewoon standaard. En voor hen weet ik het eigenlijk niet, want Jordi zit pas 4 maanden bij Banyan Town, weet je. Dat is het een beetje zo'n twijfelgeval. Zeker, weet je. Ik ben nog biseksueel. Ja, dat had ik wel dus in het begin ook, maar op een gegeven moment kwam ik er dus voor uit in mijn tagged video dat ik hetero was. En ja, dat was een hele schok. Dat je hetero was? Ja, ik was eigenlijk het enigste lid van Banyan Town wat ik hetero was. Het is echt, ja weet je, mijn vrienden zagen me altijd anders, weet je. En ik was altijd een ander persoon. En mijn vrienden zeiden altijd, ja, je bent anders. En hey Jordi, kan je beter doen als anders geaard. Hey, ik zing zo hard voor me toch wel. Wat loop je nou achter met de twerk, viespeuk? Hey, doe eens even. Het feit dat je anders gehaard bent. Zou je een tv-serie willen met Bardo? Zou ik een tv-serie willen met Bardo? Nou, momenteel is die in Kansloos bezig. Dus zou jij in Kansloos willen komen samen met Bardo? Pff, ik weet niet of ik kansloos genoeg ben, man. Ja, dat item met Bart, daar pas je wel goed bij. Bart, dat is echt mijn baas. Ja. Nee, ik zou Bart wel een keer willen ontmoeten. Ik wil er wel eventjes wat mee ondernemen, als je snap ik wil. Ja, even flink onder handen nemen natuurlijk, hè. En, je moet wel zo'n sport praten, dat is wel leuk. Dus Rick, met wie zou jij mee willen doen in Kansloos? Als je zeg maar mee mocht doen aan Kansloos. Dan mag je geen eigen serie kiezen, maar je mag met iemand meedoen. Ik met die omaatjes natuurlijk. Oh shit.
Dat vind ik eigenlijk meer wat voor mij, gewoon dingen afkraken, ja, kaart afkraken. Ja, 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 en met die omaatjes, ja. Nou, nee. Eigenlijk moeten ze ons twee gewoon neerzetten. Ah, kut video! Ah, kut! Wat verdomme, kut kansloos! Ja. Wie nog meer kansloos vindt, deze video. Dus, van deze video leuk dan een groen duimpje. Dat is dat duimpje, maar dan groen. Een beetje de kleur van Bardo's vest, wat hij nu momenteel aan heeft. Maar hij kan niet in beeld komen. Oh, alsjeblieft, daar Bardo. En willen jullie meer abonneren de volgende keer. En de volgende keer zijn we nog terug met een nieuwe Vagie Vrijdag. En dan weer ergens anders op een andere locatie. Swag locatie, de striptent. In ieder geval tot dan en houdoe. Bitches.